Boven het zuiden van het land komen wat wolkenvelden voor. En dat heeft allemaal te maken met buienrestanten die gisteren boven Noord-Frankrijk en België actief waren. In het noorden van het land is het zonnig en daar blijft het voorlopig ook nog zonnig. Vanochtend dus wolkenvelden in het noorden van het land. Mogelijk dat er lokaal al een spatje regen valt. En in het noorden schijnt de zon dus volop. En dat allemaal bij temperaturen tussen de 17 en 23 graden. Vanmiddag wordt het zomers tot lokaal tropisch warm, 27 tot lokaal 30 graden. Langs de zuidgrens kan een enkele regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Daarbij kan het even hagelen en kan er ook veel regen in een korte tijd vallen. Vanavond kunnen de buien wat noordelijker komen, maar ze nemen tegelijkertijd ook een aantal en een intensiteit af. En de temperatuur blijft lang hoog met 24 graden. Morgen is de buienkans vooral landinwaarts vrij groot. Temperaturen dan iets lager met 24 tot plaatselijk 29 graden. De noordenwind tot noordoostenwind is meest zwak tot matig. Ook zaterdag en zondag nog de nodige buien. Lokaal met een kans op hagel en onweer. De temperaturen gaan langzaam naar beneden, van 27 graden op zaterdag tot nog maar 25 of 26 op zondag. Na het weekend daalt het kwik verder, en blijft de kans op een enkele regen- of onweersbuien aanwezig. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl